Goedemiddag, goedemiddag. Welkom wederom in Sunset Sound. Een aantal mensen vroegen zich af hoe dat mijn sound een beetje in elkaar zit, of de gitaar, klank. Dat zijn van alle verschillende dingen in de studio, en maar het werkt meestal wel rond een bepaald uitgangspunt, idee. Voor de basissen heb ik meestal met twee versterkers opgenomen. En dat zijn dan twee van dit rijtje hier. Daar staan wat oude dingen tussen en er staan wat nieuwe dingen tussen. Dat is een oude Magnatone, 1x12, wat is dat? 440. Dan een kleine Ampeg Jet. Een Victoria Bandmaster eigenlijk, 3 tien-inch. En dat zijn twee hele fijne versterkertjes van Vintage 47. Een man die die handgebouwde versterkers maakt. En een beetje kopieën van oude National en Oahu Suitcase versterkers. Dat onderste versterkertje heeft eigenlijk maar 1 8-inch. Dus dat is een heel klein luidsprekertje, maar voor sommige dingen klinkt dat fantastisch goed. Voilà. En ik gebruik ook soms een direct box die hangt aan. Kijk, voilà. Ik zet de koptelefoon af. Die hangt aan een speaker, dus dat signaal wat naar de speaker gaat ook in dat kastje. En dat gaat dan direct naar de tafel, dus dat is een direct signaal eigenlijk. Soms is dat handig, dat is redelijk ongenuanceerd, maar soms is ongenuanceerd wat dat we nodig hebben, voilà. En qua pedalen, dat verandert soms wel een beetje, maar toch zijn er ook weer altijd een aantal elementen die meestal wel blijven. Dit bijvoorbeeld, dat is een booster die zo halvelings gemodificeerd is, maar die dat zijn diensten bewezen heeft door de jaren heen. Dat ding is eigenlijk ook heel tof. Die Box of Rock, CVX, Diamond Tremolo, heel een toffe tremolo. Pedaal, ja, twee delay pedalen die eigenlijk al heel eventjes meegaan, maar dat is een heel cool pedaaltje van MXR. En dat ding hier, die Giga Delay, die gaat eigenlijk al jaren mee. Ik zul dat ding al een hele lange tijd mee en voor ons is dat wel heel handig. Zeker ook voor live, omdat ik er een aantal verschillende klanken in kan opslagen. En als je zingt en gitaar speelt tegelijkertijd, is dat wel handig dat je niet altijd op je knieën aan die knopjes moet gaan liggen draaien om een ander klankje te hebben. Voilà, en natuurlijk ook de waanzinnige Roger Mayer Voodoo Vibe. Dat is zo'n beetje het wat ik nu aan het gebruiken ben. Die Swollen Pickle is ook een onwaarschijnlijk cool ding. Die fuzz, die heb ik ook gebruikt op een aantal dingen. En die Fuzz Factory, ja, weet je, dat is als je gegaten over de top vliegende protende fuzzgitaar nodig hebt. Voilà. Het manneke. En meestal neem ik dan het basis gitaargeluid op samen met de band. Dan spelen we dat liedje met drie samen in. En dan worden die twee versterkers gemiked. Soms is die deur hier dicht en dan lekt er geen gitaargeluid in de drummicro's. Maar soms is het ook wel juist mooi dat dat wel door elkaar loopt. Dus dan zwieren we die deur hier open en dan lekt dat geluid daar ook in die drummicro's. En nu zijn we aan overdubs bezig, wat dat eigenlijk wil zeggen dat we vooral dingen dubbelen die ik live eigenlijk ook met een tweede versterker die erbij komt in de refreinen. Dan speel ik die hier apart in, maak ik er een apart klankje voor en dan speel ik gewoon apart het partijtje van het refrein en de solo of iets dergelijks. Meestal zijn dat soort dingen, of een brug. Speel ik die nog eens apart in met een andere klank voor die een beetje te accentueren. Maar meestal zijn het niet veel echt andere partijen die erbij komen. Nu, als dat liedje dat vraagt en dat is mooi, dan gaan we dat ook wel doen in de studio. Dat hebben we met de vorige platen ook gedaan.
Het is niet dat we alleen maar spelen wat we live spelen. Soms is het wel mooi om het een beetje uit te breiden. Maar het blijft wel bij, of de basis is toch alleszins wat we spelen. En een aantal gitaren staan in standaardstemming. Een aantal staat een toon lager eigenlijk, met iets dikkere snaren. Ik speel op redelijk dikke snaren. Op in standaardstemming is dat 0,11 tot 0,56. En in die lagere stemming is dat 0,12 tot 0,60. Maar weet je, dat is iets persoonlijks. En dat wil niet zeggen dat dat daarom beter klinkt. Want er zijn hele straffe Charles, namelijk Billy Gibbons van ZZ Top, die speelt op 0,8. Dat zijn verschrikkelijk dunne snaren, maar je kunt moeilijk zeggen dat die mens een slechte klank heeft ofzo. En Richard Thompson ook trouwens, heb ik mij laten vertellen. Dus voilà. Klank zit in uw vingers. En ik kan mij voorstellen als iemand zich hier inplucht, dat dat een heel andere klank uitkomt dan dat ik mij daarin inplug. En dat is maar goed ook. Daarom klinken we allemaal verschillend en hebben we allemaal ons eigen persoonlijke klankje. Voilà. En ja, ik heb hier een aantal gitaren meegebracht. De madame die mij door de jaren eigenlijk al heel goed uit een brand geholpen hebben, een oude Gibson ES-295, is dat ding, dat is een fantastisch coole gitaar. Deze, die Melody Maker, die ik live ook heel veel gebruik, die is daar ook een toon lager, waanzinnig cool ding. Dan hebben we hier ook een Danny Gatton Telecaster, dat is ook een van mijn live, een van mijn favoriete gitaren. Dat ding is onwaarschijnlijk, dat gaat ook al jaren mee. En dat heb ik eigenlijk bijna altijd bij, zelfs als we concerten hebben dat we met vliegtuig gaan en maar twee gitaren kunnen meenemen, dan is dat altijd mijn eerste keuze om mee te nemen. Dit is een waanzinnige coole gitaar. Die heb ik ooit eens redelijk goedkoop gekocht. Het is een beetje een Frankenstein gegeven. De Blue Pearl. Het is dat een andere nek op. Het is denk dat een Fram is of Hagström bodykin is ofzo. Geen flauw idee. Ik heb er een oude Gretsch pickup in gezet. En dat ding staat bijna op elke plaat waar dat ik ooit op gespeeld heb, denk ik. Bijna. Heeft een heel eigen geluid. Heel veel spank, maar voilà, op opnames heeft het zijn diensten al ruimschoots bewezen. En voilà, ook een schoon madame, een oude Paul Junior met een P90 in. Heel simpel gitaartje, één pick-up, twee knopjes. In de jaren 50 hebben ze dat uitgebracht voor de studenten, omdat het iets goedkoper was dan een OS Paul Custom of een OS Paul Standard. Onwaarschijnlijk cool gitaar. En hier buiten staat er nog een paar in het rek. Voilà. Ik eet niet elke dag spaghetti, dus voilà. Ik speel ook al eens graag op een andere gitaar. En soms merkte echt dat sommige gitaren zich wel lenen voor een bepaald liedje. Sommige gitaren klinken dikker, andere gitaren klinken weer dunner. Voilà. En daarom heb ik deze keer toch wel wat grief bij. Deze is ook een van mijn favorieten. De Double Anniversary. Dan hier nog een hele mooie Guild. The Armands. Ja, hier stond eigenlijk zo'n ander schakelding op met drukknopen. Waar daar niks mee aan te vangen is in het echte leven. Dus dat hebben we dan proper vervangen. Een akoestische gitaar voor de troubadour in mij, die heel af en toe de kop opsteekt. En ja, soms, zelfs soms op opnames ook. Ik heb een akoestisch lijntje, werkt soms 10.000 keer beter als 7 lage distortion gitaren. Nog een Guild, een heel heel toffe gitaar ook. Met hele coole pickups, het zijn geen P90's, het zijn Frans pickups voor de neuroten en serienummertellers onder ons. Voilà. Maar dat is een heel 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 cool gitaar. Deze ook. En nog iets. Een Dan Electro 12-string. Die ik ooit eens in Londen gekocht heb toen we daar speelden. Heel toffe gitaar.
lipsticks klinken enorm goed met 12 strings. Voilà. Dat is een beetje hoe dat hier aan toe gaat. Ja, dat mag een pedaal. Het hangt er een beetje vanaf. Het is elke keer een beetje luisteren wat het nummer nog nodig heeft. Zeker nadat de basistakes erop staan. Dat hebben we niet vorige week gedaan. Die staan er allemaal op. En dan is het een beetje zoeken en kijken wat een liedje nodig heeft. In sommige gevallen soms niks, want we zijn straks... We zijn er straks al nog een nummer begonnen om dat verder af te werken. En het idee was om er ook een refrein te dubbelen. Maar dat deed eigenlijk afbreuk aan hetgeen wat er al op stond. En soms moeten we ook niet gewoon er blijven bij duwen. Want hoe meer laagjes gitaar dat je erop zet, hoe minder luid dat je al die gitaartjes individueel kunt zetten. Dus als je één gitaar hebt die heel goed klinkt, dan is het soms toffer om die gewoon heel luid te zetten. Voilà. Ik wens u allen een zeer fijne avond of ochtend.